In de Nationale Assemblée zijn er tijdens de openbare vergadering vragen gesteld over diverse gevallen van occupatie. Recentelijk nog verscheen in het nieuws de situatie te Sunny Point, waarbij burgers op een stuk eigendomsgrond van een verkavelaar zonder toestemming hebben gebouwd. Daarnaast speelt zich ook een geval af in het district Kommewijnen, waar er veel vragen over zijn gesteld. Minister Roline Samsudin van RGB geeft duidelijkheid over beide kwesties. Met betrekking tot Sunny Point, we hebben daar een probleem dat de mensen nagelvast hebben gebouwd. Betekent dat ze gestort hebben en huizen hebben gebouwd zonder dat ze een titel op de grond hebben. U begrijpt dat dat terrein een eigendom is van die verkavelaar. De overheid kan hooguit bemiddelen. De verkavelaar is bereid om de huizen om de terreinen te verkopen aan de mensen. Daar kan de overheid niets aan doen. Als wij de mensen daar willen laten wonen, betekent dat dat de overheid dat terrein van die verkavelaar moet kopen. En de verkavelaar wil vooralsnog geen compensatie in terrein hebben, maar contant en liefst in euro. En u begrijpt dat wij dat geld niet hebben. De overheid heeft dat geld niet. Nu is er, als ik even door mag gaan, nu is er met de verkavelaar afgesproken dat zij een inventaris hebben gehouden onder de mensen. En het wordt hier een heel ander verhaal verteld, want die desbetreffende verkavelaar heeft met de mensen afgesproken dat zij in de gelegenheid worden gesteld om het terrein te kopen. Er is zelfs een financieringsmodel uitgewerkt met ze en de mensen gaan de terreinen kopen. Voor de mensen die niet nagelvast hebben gebouwd, die moeten dan een andere aanvraag indienen bij RGB. En u begrijpt, ik heb zoveel duizenden mensen die reeds een aanvraag daar in het systeem hebben. Voor die mensen moet ik ook een terrein ter beschikking stellen. En als dit erbij komt, willen we natuurlijk ook kijken hoe we ze moeten faciliteren. Maar ik heb niet pasklaar een kavel zeg, ga maar daar aan de Drambrandesgracht of waar om een huis te bouwen. Dat heb ik op het ogenblik niet. Dus we zijn nog in overleg met de verkavelaar. Bekijken hoe ver hij komt. Hij heeft me nog geen update gegeven hoeveel mensen wel daar gaan blijven wonen. Hij heeft inmiddels zijn wegen aangelegd. En de kaart moet aangepast worden omdat de mensen kriskras hebben gebouwd. Dat is ook een ander probleem. Ten aanzien van Amsterdam kan ik u zeggen dat terrein van 5 hectare verkocht is door cultuurmaatschappij Marienburg aan een verkavelaar. Dus het is zijn eigendom en hij wilde toen de mensen daar ontruimen. De overheid heeft toen in 2014 dat terrein gekocht. En toen het kwam om de registratie, dat de mensen daar geregistreerd moesten worden, 50 gezinnen. Toen bleek dat er inmiddels 70 gezinnen zich daar gevestigd hadden. Dus daar klopt die kaart ook niet meer. Ik ben nog niet helemaal eruit. De afdeling geodesie van mijn ministerie is bezig om die kaart dan uit te werken. Om dan een nieuwe kaart voor OW te sturen ter goedkeuring. En pas daarna kunnen wij de mensen dan een beschikking uitreiken. Dus dat betekent dat de overheid op zich heeft genomen om voor de burgers te bemiddelen. Dat is prettig te horen. En dat er financieringsmogelijkheden worden geschapen voor de mensen om te kopen. Dat is ook prettig om te horen. En er zullen altijd gevallen tussen zijn waar je dan speciale oplossingen voor moet vinden. Het is echter een heel belangrijke zaak. Dat burgers gaan begrijpen dat je mensen hun grond niet mag occuperen. Strafbaar, hè? En we weten dat regeringen het vaak laten het liggen, waardoor het dan een sociaal probleem wordt. En daarom ben ik blij dat de regering daar wel naar kijkt. Maar het is wel belangrijk
dat mensen niet de indruk krijgen dat je kan gaan occuperen en daarna moet de overheid je die grond geven. Want dat is natuurlijk niet wat er aan de hand is. U weet zelf hoeveel mensen hier komen staan bij DNA. Ze hebben verschrikkelijke woningnood. Echt verschrikkelijk. Maar ze hebben geen grond geoccupeerd. Dus ik ben blij dat de overheid dat doet. Maar tegelijkertijd vraag ik ook aan de overheid, waarom wordt het een sociaal probleem? Het wordt een sociaal probleem omdat regeringen op regeringen de mensen die gaan occuperen gewoon laten. En dan wonen de mensen 10 jaar daar of 15 jaar daar. En dan is het inderdaad een sociaal probleem geworden waar de regering een oplossing voor moet vinden. Dus ik ben ook eens dat de regering dat doet. Maar alsjeblieft laten we nieuwe occupaties voorkomen. Dat kan op 2 manieren. Eén is natuurlijk door op regelmatige basis te zorgen dat mensen aan huisvesting kunnen komen. En een andere is dat we wel vragen dat er natuurlijk gereageerd wordt op het beroep van mensen die grond hebben. Wanneer mensen hun grond komen occuperen, de politie haar werk ook doet. Want anders blijf je dweilen met de kraan open. En de mensen komen dan in problemen. Je voelt het voor ze, je wilt ze helpen, maar het is vanaf het begin fout gegaan. En we hebben wel gewaarschuwd in het begin.